Je hebt sowieso een minimumniveau nodig. En de Internationale Kamer van de Rechtbank in Amsterdam heeft hier gezegd dat ze het Poolse rechtssysteem niet meer onafhankelijk vindt en op dit moment en Poolse verdachten en zelfs Poolse veroordeelden niet meer uitlevert. Dus als je elkaars justitiesysteem niet vertrouwt, en dat hebben de Nederlandse rechters gezegd, dan heb je wel een heel gebrekkige samenwerking. Ja. Dus je kunt wel in verschillende niveaus zeggen, maar onder de rechtsstaat ligt ook een minimumniveau en onder de economie ligt ook een minimumniveau. En daar dreigen, daar dreigen ze onder te zakken. Het tweede is: natuurlijk er zijn wel meer projecten in Europa die we op verschillende snelheden doen. Niet alle landen in de EU zijn lid van de eurozone, niet alle landen zitten in de schengenzone. Er zitten zelfs niet-eurolanden in de schengenzone. Het is allemaal heel gecompliceerd. Dus ik snap dat hij zegt: dit kun je ook met vier, vijfentwintig landen doen. Slovenië weten we niet waar het precies staat. Maar dan heb je één probleem: dan moeten alle landen toestemmen om die zogenaamde versterkte samenwerking te doen. Dat gaan Polen en Hongarije natuurlijk niet doen. Die gaan ja. niet zeggen: dit mogen jullie doen. En dan is er nog maar één ding, en dat is dat je buiten. Het verdrag om iets moet doen. Dus dan ga je met 25 landen een verdrag sluiten en zeggen, dan nou gaan wij iets samen doen. U zegt het kan. Dat maar, dan je, maar dan heb je iets heel ingewikkeld. Want dan is het Europees parlement niet meer. En enige mate van democratisch toezicht. Hoe, wat voor ideeën je ook tegen het Europees parlement hebt. zijn echt een stuk beter dan niet. Je kunt het Europees Hof niet gebruiken. Want het is een nieuw verdrag. Maar u heeft een lange aanloop, maar u zegt eigenlijk van je kunt dat op die manier niet doen. Je kunt Alleen niet via als... coalities verschillende ideeën hebben over de. Ondergrens van de rechtsstaat. Over de ondergrens niet. En je kunt alleen uh, die kopgroepen doen, en die mogen van ons gedaan worden, als de rest daarmee instemt. En ik moet nog zien dat ze daarmee gaan instemmen. Want uh, uh, deze blokkade leggen ze heel hard op tafel hier om op een ander punt iets te krijgen.